We zijn dit seizoen bezig met het Bodhisattva-ideaal. En een Bodhisattva is een wezen, kan je zeggen, dat gewoonweg gedreven wordt door Bodhicitta. En Bodhicitta is een gemoed dat gericht is op helderheid, op wijsheid, op metta, op mededogen. En kwaliteit ook heeft van een diep verlangen dat elk levend wezen het hoogste mag bereiken. Dat elk levend wezen bevrijd wordt. En een bodhisattva leeft elke seconde ten volle in dienst van de bevrijding van elk levend wezen. En op de begrafenis van Sangharakshita zei Subhuti dat hij zelf ervan overtuigd is dat Sangharakshita een bodhisattva is. Ik mag zeggen is, in feite. Niet was, maar is. En dat is eigenlijk wel een mooie gedachte, dat onze leraar een bodhisattva is. Dus ik laat het aan jullie wat jullie daar verder mee doen of niet doen. En de afgelopen weken zijn wij onder andere bezig geweest met de Brahma-viharas, de goddelijke gemoedstoestanden die overlopen ook van metta en mededogen, van mudita, van medevreugde. Als je een kwaliteit ziet in iemand anders, dat je daar gewoon blij van wordt. Dat je daar dus niet afgunstig of kribbig over wordt, maar dat je daar blij van wordt, dat je daar vreugde mee kent. Dat je blij bent met je vriend of vriendin, of je vrienden. En de kwaliteit ook van upekka, gelijkmoedigheid. De Brahma-viharas, dus goddelijke gemoedstoestanden, die ook helemaal in de context van bodhicitta thuishoren. En vorige week, normaal gezien, zouden we gestart zijn met de mythe van Avalokiteshvara. Maar we zijn nog even bezig geweest rond Sangharakshita natuurlijk. Maar ik wil eventjes iets kort zeggen over de mythe van Avalokiteshvara. Er zijn daar verschillende versies van. En één versie is dat Avalokiteshvara, die een bodhisattva is, dat die op de berg Potala de wereld aan het overschouwen is. En dat hij heel veel lijden ziet. Hij ziet mensen die onderdrukt worden door onrechtvaardige beleidsvoerders of koningen. Hij ziet mensen die geëxecuteerd worden. Hij ziet mensen die verdriet hebben, die verslonden worden door wilde beesten, die verdrinken in de grote oceanen. Mensen die gewoon ook sterven van ouderdom. Mensen die gekwetst worden en die anderen kwetsen. Dus hij ziet eigenlijk ongelooflijk heel veel, ongelooflijk veel lijden. En die versie van de mythe zegt dan, of beschrijft dan, dat hij zodanig voelt, zodanig meevoelt ook, dat hij in stukken scheurt. Dat hij gewoon uiteenvalt en een nieuwe vorm krijgt, namelijk dat hij 11 hoofden krijgt en 1000 armen om het mededogen eigenlijk nog veel effectiever vorm te geven, omdat het lijden eindeloos is. Het lijden is oneindig en het mededogen is ook oneindig. Maar om het allemaal wat effectiever te maken, krijgt hij 1000 armen en 11 hoofden. Dat is één versie van de mythe. En je kan daar straks even in de korte reflectie bij stilzitten wat dat zou kunnen zijn dan, zoiets als mededogen. En 11 hoofden krijgen, of bij wijze van spreken 1000 armen krijgen. En een andere versie is dat hij inderdaad ook weer geconfronteerd wordt met dat lijden en weent. En dat hij zodanig veel weent, dat de tranen alsmaar meer en meer vloeien en dat er uiteindelijk een enorm meer ontstaat uit zijn tranen. En uit dat grote, immense meer, een heel stil meer, komt er een witte lotus tevoorschijn. En uit die witte lotus komt er een witte godin. En die wordt dan Tara genoemd. En Tara staat ook voor meer.
dat is gewoon een andere versie nog. Want je hebt nog een aantal versies van de mythe van Avalokiteshvara. Maar ik ga mij beperken tot deze twee. Maar het is gewoon om eventjes Avalokiteshvara wat tot leven te brengen. Wat we nu eventjes een paar minuten kunnen doen, is zitten bij... Ja, wel eigenlijk bij het lijden. Want of we het nu leuk vinden of niet, iedereen hier in deze ruimte lijdt. Iedereen van onze sangha lijdt. Iedereen in de wereld lijdt. En wat is dat dan? Wat is het antwoord? Dat is trouwens ook een van de gedichten van Sangharakshita. Wat antwoord je dan op lijden? Wat is jouw antwoord? Dus je kan maar eventjes gewoon zitten bij de vraag, wat is jouw antwoord op lijden? En misschien een ander iets, wat zou het antwoord van de Sangha kunnen zijn op lijden? Of als je wil, kan je ook gewoon bij lijden en mededogen zitten. Heel simpel. Dat even een paar minuten doen en dan pauzeren. Ik zou graag het interview of praatje hier beginnen gewoon met een tekstje te lezen, het is in het Engels. Mensen die het niet goed begrijpen, wil het achteraf wel proberen te vertalen. Een tekst van Albert Einstein, ik heb het zelf niet gevonden, het is eigenlijk een van de oude leden, Jana Bhatia, vroeger voorzitter van een Buddhist Center, die dat ooit gebruikt heeft tijdens een van zijn lezingen. Het geeft zo'n beetje de essentie, denk ik, van wat we deze avond zullen over hebben. A human being is part of a whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest. A kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and the affection for a few persons near to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in all its beauty. Nobody is able to achieve this completely, but striving for such an achievement is in itself a part of the liberation and a foundation for inner security. Als ik dat hoor, dan denk ik, misschien was dat. Einstein, zonder te weten een boeddhist of misschien heeft hij wel de teksten van de Boeddha gelezen, maar ik vind het toch wel heel opvallend dat er zoveel gelijkenissen zijn. Ja, dit als introductie, dus Tekuzin heeft mij gevraagd om mij ook kort voor te stellen, dus voor wie mij misschien nog niet zo goed kent. Dus ik ben Diederik, ik kom hier in het boeddhist centrum sinds eind 2010, december 2010, dus dat zal bijna 8 jaar zijn. Ongeveer in april 2016 ben ik Mitra geworden en dan hier meer recent in maart heb ik ordinatie aangevraagd. Dus dat is heel kort mijn boeddhistische verloop, zou ik zeggen. Dan, in het gewone leven werk ik als psychiater, dus ik ben afgestudeerd 10 jaar geleden. Ik werk voltijds in een psychiatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis in Moeskroen, dus in het Franstalig ziekenhuis. Ongeveer 3 jaar geleden ben ik, dus 2015, ben ik begonnen met daar ook mindfulness les te geven. Dus ik heb dat in verschillende stappen gedaan, eerst enkel voor patiënten. Dan heb ik ook een maandelijkse groep opgestart, ook open voor mensen van buitenaf. En nu sinds
Anderhalf jaar geef ik ook 8 weken, twee keer per jaar geef ik een 8-weekse cursus. Dus grotendeels gebaseerd op breathworks. Dus Pekshadaka heeft mij klaargestoomd als breathworks trainer. En ben nu morgen, onder andere, morgenavond geef ik les. Dus dat is qua werk. En dan misschien een laatste iets dat van belang is, is dat ik ook al heel lang bezig ben met duursport. Dus, nogal gepassioneerd met uithoudingssport, dus vooral wielrennen, lopen, dus, iets meer de off-road, hè, dus ja, mountainbike, trailrun, dus lopen in de bergen op paardjes. Dat is iets dat ik heel graag doe. Ik heb ook een aantal jaar heel intensief triathlon gedaan, dus dat is nu wel minder. Nu is het vooral ja, mountainbiken en lopen. Dus dat is een beetje een notendop, een aantal aspecten van mezelf. Ja. En ik ga ook nog een aantal dingen van Diederik dan vermelden, wat ik dan vind dat kwaliteiten zijn. Het is maar beperkt in wat ik ga zeggen, om vooral het uit te kijken. Het zijn er maar een aantal. Dat is niet volledig, Diederik. Wat zit je hier? Het wordt toch juist geïnterpreteerd, hè? Ja. Oké, dat maar. Om te beginnen vind ik Diederik een... Als ik aan Diederik denk, komt meteen zachtheid naar boven. Diederik vind ik een enorm zacht mens. En dat vind ik echt wel een kwaliteit. Voor mij staat het op één lijn met de liefde die Diederik, die ik in Diederik zie, die Diederik heeft, sowieso, voor mensen. Diederik ziet graag mensen. Ik denk dat dat gewoonweg een feit is bij Diederik. Diederik ziet gewoon graag mensen. Hij houdt van mensen en hij doet dat vanuit een heel, heel, heel goed hart. En die zachtheid, dat komt daar als het ware automatisch of spontaan bij. Ik weet niet hoe dat werkt en ik hoef dat niet te weten, maar dat is één kwaliteit die ik in ieder geval in Diederik zie. Die grote zachtheid. En die grote zachtheid kan hij dan ook in verschillende situaties uitdrukken, illustreren ten aanzien van verschillende mensen, ook in minder vanzelfsprekende situaties. Want ik heb Diederik al meegemaakt. Alleen in Sangha is het ook zo dat het niet altijd koek en ei is en dat er soms moeilijke situaties zijn. En Diederik en ik hadden al niet samen, maar moeilijke situaties dat we samen moesten aanpakken als het ware. En daar heb ik hem echt leren zien, of gezien tenminste, als iemand die zachtheid kon combineren met, en dat gaat misschien ook samen met rustig kunnen blijven en het overzicht houden en op harmonie gericht zijn. En dat vind ik ook wel een heel grote kwaliteit, ook in een conflict situatie of in een situatie waar het moeilijker gaat, toch gericht zijn op harmonie. En dat zie ik helemaal in Diederik. Ik ga hier zo moeten doen. Maar wat hij daarnet zei, het is zo dat hij mindfulness is beginnen geven in het ziekenhuis, en dat vind ik een uitdrukking van een kwaliteit in de zin van dat hij zoekt naar heilzame, behulpzame manieren om de darmen beschikbaar te staan. En ik denk niet dat we hier de discussie moeten gaan voeren van seculiere mindfulness en darmen enzovoort. Voor Diederik is het in ieder geval heel duidelijk dat hij middelen aan de hand wil doen, aan mensen geven, om rijker te worden als mens, om te groeien als mens, om in bepaalde situaties ook beter om te kunnen gaan met situaties en behulpzaam te zijn sowieso. Ik denk dat Diederik, en dat zal misschien blijken in het gesprek, hij wordt heel erg gedreven. Het is een heel groot ideaal ook van hem, het bodhisattva-ideaal, dat leeft gewoon in hem. Daar is hij heel erg mee bezig. En het zoeken naar manieren om de dharma uit te drukken gaat gepaard bij Diederik met een heel open houding. Heel open en tegelijkertijd ook kritische houding. En dat vind ik heel waardevol. Hij neemt niet zomaar de dingen aan. Hij neemt ze niet zomaar over. Hij gaat ze ronddraaien, onderzoeken, van verschillende kanten proberen te bekijken, vragen stellen enzovoort. En dat is, ja, wat wil je meer? Ik bedoel, het is gewoon ook zo nodig dat we het niet maar op een klakkeloze manier overnemen, maar dat we het tot iets van ons eigen maken.
Hij houdt ook van verbinding maken met mensen. En dat is ook heel erg van... Of dat vind ik ook een heel grote kwaliteit. Verbinding maken met mensen. En dat heeft natuurlijk, denk ik, te maken met zijn liefde voor mensen. Ik weet dat hij het ook heel erg van belang vindt om contacten te onderhouden met andere sanghas. Maar ook met andere levensbeschouwingen of religies. Dat is iets wat hem ook aan het hart ligt. En een laatste iets wat ik wil zeggen van Dirk is dat hij devotioneel is. En ik vind dat een kwaliteit. En ik noem het ook als een kwaliteit omdat ik er zelf echt van overtuigd ben dat er een heel rechtstreeks verband is tussen devotie en helderheid. Dat is echt iets om... je mag daar gerust verder over reflecteren, ik doe dat ook. Maar ik vond het wel mooi op de mannenretraite in, ik weet niet meer, was dat april of maart? Maart. Zag ik het zo stapsgewijs gebeuren van Diederik. En dat vond ik ook al heel open, heel mooi om te zien, dat hij eigenlijk ook communiceerde van ik ga dat eens proberen. Ik zal een keer zien wat het geeft. En hij begon dat te doen en hij bleef dat maar doen. En zo gewoonweg groeide dat blijkbaar op een of andere manier in die retraite, maar niet alleen in die retraite. Ik kan zien dat hij gewoon devotioneel aan het worden is. En, dat vind ik dus, zoals ik daarnet zei, ook een kwaliteit. Ik zit hier zo'n beetje naar. We gaan beginnen met het interview. Wat er misschien nog niet vermeld is, is dat jij eigenlijk ook een wetenschappelijke achtergrond hebt. Hè? En wetenschappelijk geïnteresseerd bent. Dat breekt misschien ook wel uit het citaat van Einstein, of dat je Einstein koos. Maar hoe zie jij in feite de wisselwerking of de connectie tussen wetenschap en dharma-beoefening? Hoe zie jij of denk jij dat wetenschap en bezig zijn met wetenschap, hoe dat zou kunnen bijdragen aan de dharma en eventueel omgekeerd. Dat weet ik niet of dat ook een bijdrage kan leveren. Of je daar iets kunt over vertalen. Ja, ik kan proberen. Het is natuurlijk een heel ruim complex gegeven. Maar ik denk, om te beginnen, dat er qua grondhouding en intentie dat er toch een mooie gelijkenissen zijn tussen beiden. De wetenschapper probeert ook een sterk streven naar de waarheid. Ik denk dat ook is wat de Boeddha mee bezig was, hè, zoeken naar waarheid. En dus ik denk in die motivatie, in die eerste stap, dat er een heel gelijkaardige houding aan, doorbreken van illusies. Ik denk dat de wetenschap zich daarmee bezighoudt en de Boeddha ook. En dan als je dan meer in het bijzonder kijkt naar gezondheidszorg, zijn wij ook bezig met proberen het lijden te verminderen of het lijden op te lossen. En dus ik denk dat we al van in het begin, dat wij als uitgangspunten heel gelijkaardige motivaties hebben. Dus meer helderheid, zoeken naar de waarheid en ook proberen antwoorden te vinden op het lijden. En dus daar zie ik al veel gelijkenissen. Natuurlijk meer in de praktijk, de Boeddha was meer ervaringsgericht op zijn introspectief en met reflectie. Terwijl de wetenschap dan meer objectief van buitenuit. En daar zit je natuurlijk met een soort conflict. Dat nooit zal kunnen samenvallen. Want zodra je uit de ervaring stapt om het objectief te gaan kijken, zit je op een ander niveau bezig. Dus ik denk dat er zeker raakvlakken zijn. Maar dat nooit het een kan herleid worden tot het ander. Ik denk dat wel in elk geval de wetenschap al heel veel heeft inspiratie gezocht in de dharma. Als je heel kijkt naar de mindfulness-beweging, dat komt eigenlijk, dat is één. Als je kijkt naar het achtvoudige pad, dat is één van de zeven takken van het achtvoudige pad die eruit is gepikt en dan natuurlijk een beetje vertaald voor niet-boeddhisten. Dat is denk ik een mooi voorbeeld waarbij de wetenschap
een beetje gaan kijken is wat kan de dharma of wat kunnen we uit het boeddhisme halen om iets te doen voor mensen die in moeilijkheden zijn. Er zijn veel voorbeelden, maar ik bijvoorbeeld in mindfulness, dat ook sterk aanwezig is in breathworks, is ja, het liefdevolle vriendelijkheid metta, dat wordt ook effectief. In de laatste twee weken is dat de hoofdmeditatie, is eigenlijk een vorm van metta bhavana. Dus dat zijn zo'n maar twee kleine voorbeeldjes waarin de wetenschap en de gezondheidszorg inspiratie gevonden heeft in de dharma. Nu in de omgekeerde richting, dus dat is ik dankzij Jeroen die daar zit. Ik heb niet zo lang geleden een heel boeiend boek gelezen over de effecten van meditatie op de hersenen. Dat is heel interessant om te lezen. Dus ja, het was een aantal dingen die ik al wist. En dus ja, dat ons stresssysteem wat kan tot rust komen, dat het geluksgevoel toeneemt. En dat we meer altruïstisch ingesteld zijn. En als we veel mediteren, onder andere op metabhavana, dat we meer altruïstische daden zullen stellen. Maar het meest spectaculaire, zo te zeggen, is, ze hebben dus ook onderzocht. Ze hebben dus onder andere dankzij Mathieu Ricard, die zo wel zijn connecties heeft zo in Tibet en zo, en heel veel zeer ervaren lama's en monniken kent. Dus wat meer wordt aangenomen, dat ze eigenlijk heel ver gevorderd zijn op het spiritueel pad. En die ook een enorm aantal uren meditatie achter de rug hebben. Dus een van die beoefenaars had 60.000 uren meditatie achter de rug. Van een keer ongeveer uitgerekend, dat komt overeen. Als je 6 uur per dag mediteert aan 30 jaar, dat je 6 uur per dag mediteert. En dus dat is maar een beetje een idee te geven van ja, wat voor toewijdingen, wat voor beoefening een aantal van die mensen. Dus ze hebben er zo 21 uit geselecteerd. En dan met de recente onderzoeksmethodes, die mensen onder functionele MRI's gestoken, een vorm van beeldvorming ook. EEG, dus de elektrische activiteit in de hersenen gemeten. En wat ze daaruit gevonden waren dingen die ze nog nooit bij mensen gezien hadden. Dat leek echt bijna buitenaards wat ze daar gemeten hebben. Dus ik probeer niet te technisch te maken, maar dus een van de dingen die daaruit kwam, waren dat ze heel sterke gamma-golven hebben. Dus we hebben verschillende golven in onze hersenen. En dus een daarvan waren die bewuste gamma-golven, die waren 25 keer sterker dan binnen normale mensen. Dus bij gewone mensen is dat maar een fractie van de seconde, heel kort, maar bij hen kon dat minutenlang die heel sterke golven aanwezig zijn. En het is moeilijk om juist te vatten wat die gamma-golven precies zijn, maar ze maakten de link tussen als u de verschillende hersendelen zeer harmonisch samenwerken, dan heb je heel kortstondig zo die gamma-golven. Maar dus bij die zeer ervaren meditatiemeesters bleven die golven heel lang aan duren. Dus ze stelden vast dat was het geval was tijdens meditatie, maar het meest bijzonder was dus dat ze die bewuste gamma-golven, dat ze ook aanwezig zijn als die mensen in een gewone, normale, wakkere toestand zijn. Wat dat eigenlijk wil zijn, dus dat hun beoefening ervoor gezorgd had dat er ja, een soort veranderd kenmerk was, of een blijvende eigenschap in hun hersenen. En dus wat dat dan natuurlijk, ja, de link misschien naar ja, iets dat toch dichter bij een ander bewustzijnstoestand of een meer open, meer, dus niet enkel aanwezig tijdens een diepe meditatieve toestand, maar die de hele tijd door blijft, zelfs tijdens de slaap, zei ze ook. En dan ja, kan je natuurlijk wel de link maken met de oude geschriften, dus dat het toestand van ontwaken, ja, dat echt wel een blijvend toestand is. Dat niet gewoon even een diepe meditatie is, maar dat een blijvend effect heeft doorheen het volledige, ja, het volledige leven van iemand die ontwaakt is of bijna ontwaakt of toch al een heel stuk verder. Dus ik denk dat toch wel, ik weet niet of dat voor mensen die al heel erg met de dharma bezig zijn, of dat iets verandert, maar
Van het wetenschappelijk standpunt vind ik dat toch wel zeer, zeer, zeer indrukwekkend, zeer boeiend. En, ik heb soms nog zo zitten denken, ja, dat ontwaken is dan niet gewoon een soort metafoor of een soort ideaal. Of, allee, dat we, maar ja, als je dan ziet dat er echt blijvende veranderingen in de hersenen kunnen optreden, ja, is dat toch voor mij wel, ja, dus dat de geschriften toch wel kloppen. Ja, dus, een extra argument om mij te verdiepen in de dharma. En ik omschreef jou daarnet als devotioneel. Ja. Toch wel, hè? Ja. En hoe kader je dat dan, of hoe zie je dat dan gelinkt aan een wetenschappelijke achtergrond? Dat gaat blijkbaar wel voor samen dan. Maar ik denk dat iemand die echt bezig is met wetenschappen ook wel enorm geraakt kan zijn, of enorme bewondering kan hebben ook voor de schoonheid van hoe dat de werkelijkheid in elkaar zit, hoe dat de mens in elkaar zit. Ik denk dat dat niet echt, ik denk dat zelfs veel die heel erg bezig zijn met wetenschappen, een zeer, we zullen het dan misschien niet in termen devotioneel, maar echt een bewondering of een verwondering of voor het mysterie, want hoe meer dan weet, hoe meer dan besef, hoe complex en hoe onvatbaar het eigenlijk allemaal is en hoe meer dan besef, met onze hersenen komen er niet, dus ik denk op zich, dus als je wetenschappelijk ingesteld bent, dat je ook echt verwondering of bewondering kunt zeker diep ervaren. En dan is ook natuurlijk op langere tijd heb ik soms echt heel diepe, mystieke, meditatieve ervaring. Als ik hier zo een beetje aan het voorbereiden was, onder andere terugdenken aan onze wandelretreat. We hebben daar een paar heel mooie pujas gedaan in de natuur. Ik vond dat bijna van het mooiste dat ik al ervaren had. Vooral omdat heel de leer van de Boeddha, als je dat echt doet, als je buiten bent, dat pas dan zo het afhankelijk ontstaan, dat alles met elkaar verbonden is. De metta voor al die insecten die daar rondkruipen, de vogels. Dan de sangha, dus dat je dat samen kan doen met de Boeddha. Allee, dus dat gelijk zo allemaal samen viel zo. Dat was dan voor mij een moment van diepe dankbaarheid en van het gevoel dat gewoon de dharma klopt zo. Mm-hmm. Dat zou wel die devotie kunnen doen. Mm-hmm. En heb je het gevoel soms, want ik kan daar zelf niet echt wel, ik heb zelf geen wetenschappelijke achtergrond, hè, maar als je dan met wetenschappen bezig bent, dat een invloed heeft op, want je zegt zelf nu van, ik denk dat inderdaad zo is, ik heb het Jnanavacha zelf ook nog horen zeggen bijvoorbeeld, en het weinige dat ik gelezen heb van Einstein zie ik dat daar wel terug. Verwondering dat eigenlijk een basishouding moet zijn van de wetenschapper. Maar in bepaalde delen van de wetenschappelijke wereld is dat eigenlijk niet echt meer aanwezig. Alleen wordt er meer uitgegaan van dat alles kan verklaard worden, dat alles ook kan gemeten worden, dat alles kan uitgelegd worden. Maar je hebt het hier ook over mysterie. Absoluut, over het mysterie. Ik denk dat dat, spijtig genoeg, ligt aan de popularisering of aan bepaalde media die liever simplistische of maar. Ja, dat is een vereenvoudiging. Ik denk als je zo'n ding, dat waarschijnlijk niet de beste wetenschappers zijn. Misschien, het is natuurlijk om in een krantenkop of zoiets, of een quote, dat spreekt natuurlijk meer aan dan we hebben het hier gevonden en het is allemaal uitgelegd, maar een beetje mislukte populariseringen zijn die de zaken overmatig simplifieren en dat dat niet de beste vorm van wetenschap is. We hebben het daar net over de mythe gehad van Avalokiteshvara. Je was er al, hè? Ja. Ik kijk daar nog natuurlijk. Ik weet niet of je persoonlijk hebt.
Maar als, je zo, als we zo spreken over de mythe van Ovelope Teixeira en als je zo even naar jezelf kijkt, in jouw hoedanigheid als psychiater, je komt met heel veel lijden in contact. En daarbovenop ga je dan nog eens mindfulness geven in het ziekenhuis aan verschillende mensen. Wat zijn zo kwaliteiten die je in jezelf ziet op dat vlak? Als je de mythe van Ovelope Teixeira wil leven. Hmm. Ik denk dat het begint echt ja, met de empathische component of de gevoeligheid voor het geraakt zijn door het leven. Ik denk dat dat wel het vertrekpunt is. Ja, dat is zal daar ergens iets zijn in mij zo, dat ik daar op een of andere manier erg gevoelig voor ben. Voor mensen die lijden, die afzien, die ik daar diep door ontroerd, diep door geraakt ben. Dat is de basis. En dat is natuurlijk, ja, dat op zich is, je kunt zeggen, het is een kwaliteit, maar het is tegelijk ook wel iets lastig. Hè? Want meer dat, als je dat zo ziet, is tegelijk erg. Ja, dat is, je voelt bijna zelf die pijn, dus dat is op zich heel dubbel zo. Dus dat is een vertrekpunt, denk ik, dat moet wel sterk ontwikkeld zijn bij mij. Dus de gevoeligheid voor het lijden van andere mensen. En dan is het natuurlijk, het stopt daar niet bij, maar de diepe wens om daar iets aan te doen. Dus dan zo de compassionate action, het compassievol handelen, dat niet gewoon bijblijft van het is verschrikkelijk en het doet mij hartzeer, maar dat je daar toch ook op een actieve manier en op een heldere manier probeert iets aan te doen. Met wetenschap, met geneeskunde, dat heeft enorme progressie gemaakt. En we kunnen heel veel mensen helpen, soms genezen, maar we worden natuurlijk ook wel geconfronteerd dat er grenzen zijn aan wat we kunnen doen. Dat er meer chronische vormen zijn van lijden die niet kunnen oplossen. En soms zelfs dat het slecht afloopt. Hè. Dus, in het geval van de psychiatrie, dat ons suicide is. Gelukkig niet te veel, maar toch een paar keer per jaar. En dat is altijd wel een verschrikking. Als je zo'n aantal patiënten al langere tijd opvolgt en dan plots hoort je dan toch dat de persoon uit het leven gestapt is. Dat is een verschrikkelijke moment. Dus ik denk dat dan dus het gevoeligheid, de geraakt zijn door het einde en dan de diepe wens om daar iets op een heldere manier proberen iets aan te doen. En met dan natuurlijk, en dat is dan zo dat stuk van in de mythe, dat je ergens vaststelt, hoeveel tijd ik maar dan nu 7 dagen op 7, 24 uur op 7, 24 werken, het zal nooit genoeg zijn. Hè. Dat is een van mijn frustraties in mijn werk. Ik heb altijd het gevoel dat ik zou meer moeten kunnen of moeten willen doen. Want er zijn nog altijd zoveel mensen die nog meer hulp nodig hebben. Dus daar is iets dat onmogelijk is. En dan komt het meer het mythische deel in. Dus ook een deel waarom ik naar hier kom. Hè, aangezien dat het onmogelijk is om er fysiek, met al mijn tijd en energie, om wat kunnen we dan nog doen? Zo, hè? Dan komt dan meer het mythische. Een eerste idee dat ik dan had, ik moet dan een soort een bodhisattva worden, een soort supermens met boven menselijke krachten. Zo, en ik ga dan toch al die nog meer mensen kunnen helpen. Maar ergens is dat... Super titel. Ja, zoiets. Dat is natuurlijk ook... Ik denk dat dat dan voor een deel ook misschien toch wat ego-gericht is. En dan ook onder andere door toch wat teksten te lezen. Wat is het ego-gericht? Wel, als ik het van... Ik ga het hier oplossen. Nee, ik ga hier alle soorten supermens worden. Ja, ja. Maar als ik dan... Ja. Of de redder bedoel je dan? Wel, je dan op het reddersyndroom bijvoorbeeld? Ja, ik heb het meer over een fantasie, hè, zo van echt superkrachten. Hè, duizend armen en zoveel koppen en zo. Ja. Dat ik een soort
mezelf voor gestreden. En ja, voor een deel denk ik wel dat onze beoefening erover gaat, dat onze kwaliteiten overstijgen en dat we ja, meer geduld, meer vriendelijkheid, meer helderheid, dat we, dus dat is een deel van het antwoord door onze beoefening, ja, dat we meer mededogen, meer, dat we meer gaan. En ik heb ook wel een indruk dat ik in de loop van de jaren, ja, dat mijn draagkracht wel vergroot is en dat ik meer aan kan dan vroeger. Maar het is maar een deel van het antwoord. Als we het dan verder nadenken over de 1000 armen en al de hoofden, heeft natuurlijk te maken met, ja, je kunt dat niet alleen als mens, je moet dat, het is een collectieve onderneming, hè. Dus een collectief gebeuren. En dus dat is dan het belang van de Sangha, dat het is een proces, en niet enkel in dit leven, maar in duizenden generaties en telkens verder. Dus dat daarover die mythe gaat. En dus dat is enerzijds wel je eigen kwaliteiten moeten volle ontplooien, maar dat ook gezamenlijk doen. En niet enkel in onze tijdperk hier, maar dat een proces is van duizenden of nog meer jaren. En als we daar al kunnen deel van uitmaken, is dat op zich al heel waardevol. Je zou jezelf dus echt niet als een individualist omschrijven? Anders was ik hier niet zeker. Ik zou hier anders niet... Zelf komt het in. Dat is wel... als ik geleerd heb. En die frustratie dat je daar net over sprak, dat heeft dan te maken met het gevoel dat je tekort schiet of wat? Ja. En wat doe je daar dan mee? Ja, daarbij zitten en dat is waarschijnlijk iets dik. Ook weer een van de redenen waarom ik hier kom, ja, hoe daarmee omgaan met het gevoel van ik zou nog veel meer willen doen, maar botst dan ook uiteindelijk tegen je eigen grenzen en dan komt weer de dharma en dan in ons achtvoudig pad aanspreken over aan de juiste inspanning, dus ja, vooral betrekking heeft op meditatie, dus dat we in meditatie niet te ontspannen zijn, maar ook niet te strak of niet, met de metafoor van een harp of een snaar en die niet te gespannen staan, maar staan, anders spreekt ze, of ook niet te slap, anders ja, vibreert ze niet. Maar ik denk dat we dat ook niet enkel, de juiste inspanning niet enkel voor meditatie kunnen toepassen, maar ook voor ons ethisch leven. En dus dat ook in ons ethisch leven, dat we daar ook een juiste inspanning en dan ook natuurlijk de juiste visie. Dus dat helpt mij dan. Dus denk dan, ook een beetje mijn ervaring als sporter, ik weet ook, als je te veel traint, dan raak je overtraind, dan lukt het ook niet meer. Of als je dan te weinig traint, dan ben je ook niet fit. Dus vandaar proberen toch die balans ook al. Zo is er iets in mij dat dan nog veel meer zou willen doen, dat gevoel heeft, ik moet hier nog een patiënt of nog meer, of nog een consultatie extra, of nog. Maar het stopt nooit. Hè. Dus, het stopt eigenlijk nooit. Dus, En heb je het gevoel dat je daar ooit een balans gaat in vinden? Of heb je het gevoel dat dat zal blijven? Dus een blijvend zoeken, hè. Dat is een blijvend zoeken. Hè. Soms is het dan weer een beetje te veel dat ik dan... Ja. Maar wat gas moet terugnemen, dat blijft een balanceer op... dat blijft een zoektocht. Hè. Want die vraag of die roep van de anderen, want er in een of andere tijd is met Silavadin over gehad, dat er een soort, als er een mens in nood is en die u rechtstreeks aanspreekt om hulp, daar is er bijna iets dwingends uit van om dat te weigeren. Dat is moeilijk. Allee, want ik ben dan nogal, ben daar al zo gevoelig voor om mensen te willen helpen, maar als iemand u daar rechtstreeks op aanspreekt, om dan te zeggen, lukt niet meer, mijn agenda is vol of het zal voor volgende week zijn of volgende maand. Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dat is echt ingaan tegen mijn natuur, maar ik heb dus dan wel voor het zelfbehoud. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Mag ik nu al vragen waarom je op die natie gevraagd hebt?
Een beetje maar. Ja, dat mag. Ja. Maar ik denk dat dat waarschijnlijk toch een beetje logisch voortvloeit uit, ja, uit alles, alles wat ik er al gezegd heb. En dus enerzijds ja, de individuele groei die ik merk. Hè. Dus ik merk dat ik ja, door meditatie, door bezig te zijn met ethiek, door ja, het respect voor onze, alle leermeesters, voor de Boeddha, ja, ik zie wat, ja, dat mijzelf ja, veel deugd doet. En ik, en dan, ja, een van de, ik sprak over die ja, soort mythische, hoe moet ik het noemen, mystieke ervaring in meditatie. Dus tijdens aan de bewuste mitra-retraite dat we gedaan hebben, de mannen-mitra-retraite, heb ik een, ja, één meditatie in het bijzonder, een, ja, een heel, ja, dat was een heel intense ervaring van ja, enerzijds diepe vreugde en van het gevoel van, ja, de dharma, dat is het gewoon. Van dat, en dat liep dan zo mooi over, een ja, diepe eerbied voor de Boeddha. En dan kwam ik ook met die vraag van, ja, ik kan dat eigenlijk niet alleen. En dus van de waarde van de sangha. En ja, het was gelijk dat tijdens die meditatie zo alles samenviel zo. En ik dan het gevoel dat, ja, ik moet hier gewoon... Ja, mee verder. Dat is als ik iets wil doen voor de mensheid of zo, ja, dan is dat, ik zeg niet dat alles gaat oplossen, maar ik denk dat dat een essentieel iets is dat ik kan doen. En dan ook ja, dat boek dat ik gelezen heb, dat ik dan zie van ja, oké, door echt daar heel erg mee bezig te zijn, ja, kunnen onze geest ja, tot dat hoog potentieel ontwikkelen. Dus, ja, het was, en dan ja, het feit dat onder andere ja, Thomas, Joris, Ronnie en Bert, mensen die ik wel, Gert, mensen die ik echt wel heel erg apprecieer. Dat is ook iets dat zo samen, zo vrienden onder elkaar, vond ook wel leuk om dat zo samen op pad te zijn. Zo'n avontuur zo dat je samen onderneemt. En dus ook wel, als dat mensen zijn die je erg apprecieert, ja, dan motiveert dat ook om dat aan de slag te willen gaan. En dan ook ja, gesprekken met de ordeling in de zin van ja, die mensen en kwaliteiten of hebben, ja, dat je ziet, ja, de dharma werkt, daar is iets ja, bij bepaalde contacten mee, van, ja, die zijn ja, anders dan de meeste contacten met mensen, dus dat er daar toch iets ja, is. Wat zou nog kunnen doen, wat zijn de voornaamste redenen voor die audiatie van echt ja, me daar nog dieper te willen aan toewijden en zonder, ja, ik zie dan wel waar ik uit van, niet te veel kijken van ik moet over zoveel jaar een lijntje hebben ofzo, maar gewoon ja, ik zie wel wat het proces mee brengt. En, ja, Sangha Rakshita is net overleden. Is er iets dat je daar nog wil over zeggen, of iets kwijt over wil? Sangha Rakshita als ja, mentor van Triratna? Wel, een van de mooiste dingen van Sangha Rakshita vind ik dat hij zo'n, uit al die verschillende tradities zo'n mooie synthese heeft kunnen maken. Hè? Want ik heb natuurlijk onderweg ook boeken van andere mensen gelezen of een keer nooit echt veel met andere tradities op stap geweest of zo, maar dat ik nooit echt het gevoel had dat ze iets het kon bieden dat ik niet al bij Triratna, maar ik vind dat Triratna en Sangha Rakshita echt wel een heel brede kijk hebben en echt wel ja, de essentie overal hebben kunnen terugvinden. Dus ik heb dat vind ik ja, ongelooflijk waardevol. En dan ook ja, het element van vriendschap heel centraal. Dat is toch ook. Ik ken niet zo goed de andere tradities, maar het wordt toch veel gezegd dat daar bij Triratna toch wel
bijzonder sterk aanwezig is. En ik denk dat dat zo de twee elementen zijn, of twee bijdragers van Sandy Rakstad die echt wel cruciaal zijn. Hè, van, uit de enorme diversiteit aan leringen en tradities van direct. De essentie, de meest essentiële beoefening uit al, en dan ja, het element van sangha, van vriendschap, van verbondenheid, van metta. De metta-bhavna ook weer heel erg opgewaardeerd. Want in veel tradities was dat bijna niet gekend of werd dat verwaarloosd en heeft ook gezegd, ja, dat is echt al van in het begin essentieel om metta-bhavna. Dat was, ja, als ik hier voor het eerst in het centrum kwam, die metta-bhavna, dat was van wauw, ja. Ongelooflijk. Allee, dat, zo, tegelijk zo eenvoudig en zo krachtig. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk een ongelooflijk krachtige oefening. Mm-hmm. Dat is echt wel uitzonderlijk. En dan, ik heb natuurlijk niet echt een persoonlijke band mee. Ik ken hem vooral van de boeken. Maar ik ben er wel heel erg gerust in dat. Ja, Triratna ondertussen al zo rijk en zo volwassen geworden is, dat absoluut zijn geest, om zo te zeggen, verder leeft in de sangha. En dat is misschien wel fysiek niet meer daar, maar ja, ergens blijft zijn erfenis ten volle verder leven. Door de sangha en door de oude leden. Ik denk dat Subhuti zei tijdens het kort stuk dat min of meer bezoekte, dat min of meer verstaanbaar was van de ceremonie. Dat, ik weet niet welk comité die samenkwam, en dat ze zich de vraag stelden van ja, wat nu, maar dat ze zeiden ja, eigenlijk is dat een overbodige vraag, ja, we doen gewoon verder. We doen verder. Ja, dus, ik denk dat dat wel. Dat dat wel zegt hoe dat Triratna gewoon verder leeft. Je bent ook heel erg vertrouwd met onze sangha natuurlijk. Is er iets wat je onze sangha nog toewenst? Ook verder doen, absoluut. Keep going, zou ik zeggen. Daar heb ik ook onthouden van Mahamati. Ik had hem op de retraite zo'n vraag gesteld rond, ja, hoe zit dat nu? Enerzijds proberen we steeds diepere vriendschappen te ontwikkelen binnen de sangha. Maar anderzijds, ja, willen we ook vriendelijkheid ontwikkelen voor alle... Ja, alle mensen, alle levende wezens. En ik soms het gevoel dat we misschien te veel op de sangha gericht zijn en te weinig op de wereld. Maar ik vond dat hij daar dan wel een heel mooi antwoord en een typisch boeddhistisch antwoord van oké, het gaat om de middenweg. Hè, van enerzijds de vriendschappen in de sangha te verdiepen en steeds verder te cultiveren. En tegelijk ook onze openheid en onze vriendelijkheid voor alle wezens, voor alle mensen. Dat dat geen competitie is tussen elkaar, maar dat dat juist elkaar kan versterken. Maar als we diepere vriendschappen in de sangha ervaren, dan ook juist meer vriendelijkheid en meer openheid kunnen cultiveren voor alle wezens en voor alle mensen. Dat wens ik de sangha toe. Van enerzijds de verbondenheid, de diepgang hier, maar tegelijk de openheid en de vriendelijkheid naar de buitenwereld. Want een van mijn, het blijkt niet zo te zijn, maar een van mijn vrezen was op een bepaald moment sangha zoiets elitairs vanuit een soort gouden toren zou zijn. Gelijk dat in bepaalde tradities in de loop van de jaren soms wel, bij bepaalde kloosters is dat soms een beetje zo aan taart en dat een soort elitaire groepje was. Die echt afgescheiden was van de wereld. Dus dat was, op een bepaald moment heb ik een beetje gevreesd dat hier ook zo het geval hebben, maar het blijkt nu uit ervaring dat zeker niet het geval is. Maar ik zie ook hoe geëngageerd dat de mensen zijn hier, die naar hier komen.
Dat en als het zo wordt, moet je aan een zoden trekken. Ja. Ja. Dus dat is iets. Dan, ja, zoals ik gezegd heb, ben lang ook ben altijd actief in duursport, maar ik heb ook lang in een triathlonclub gezeten. En wat een van de verschillen die ik soms merk, is bij die triathleten, ja, die zijn enorm gedreven en enorm gefocust, enorm vastberaden. En soms mag het hier, denk ik, dat de energie en de vastberadenheid, is natuurlijk, ja, het is een andere manier. Je kunt dat moeilijk trainen voor een triathlon vergelijken met... Maar ja, ergens zijn er toch wel wat parallellen. Hè. Dus zo een beetje die... Ja, als we naar de zes paramita's kijken, hè, dus de energie of die drive, die vuur, dat vuur. Soms mag het misschien iets meer van dat zijn. Mm-hmm. Dus dat de energie, natuurlijk gebalanceerd met geduld. Het mag geen energie zijn die alle kanten uitgaat. Maar ook wel goed gerecht zijn. Dus dat energie. En dan een laatste iets, we hebben het daar al over gehad en ik weet dat het niet zo simpel is, maar ik zou wel heel graag hebben dat Breathworks en Medicis Centrum dat er weer samenkomt. En ik vind dat die twee elkaar heel mooi aanvullen. Ik vind het echt wel spijtig dat Breathworks hier nu een paar kilometer van hier is, terwijl dan denk ik elkaar heel veel kunnen bieden. Dus. Dat is ook wel hopen dat we op een bepaald moment toch weer dat in één centrum zou kunnen. Wie weet. Ja, ik hoop het. Ja. Zijn er mensen die nog iets willen vragen, Patrick? Of iets willen zeggen? Ik zou willen vragen, is er zo een bepaalde inspiratiebron of zo, een bepaald, die maakt dat zo een soort evidentie wordt, je levensschap. Je hebt gesproken over Mathieu Ricard en een van de dingen die mij opgevallen is, als hij een boek schrijft, dat hij was ook wetenschap. Hè. Op een bepaald moment was er zo'n beetje de rage om naar India te gaan, om daar de lama's te gaan bezoeken. En op een van die bezoeken komt hij in contact met een lama. En door dat contact beseft hij dat de manier waarop die man leeft en wat dat hij uitstraalt, dat is eigenlijk hoe dat mijn leven wil vormgeven. Ook al begrijpt hij op dat moment nog niet, alleen weet hij misschien nog een beetje weinig van boeddhisme en weet hij. Maar dus er is zoiets die je niet direct kunt benoemen en die toch enorm sterk inspirerend kan zijn. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel, maar het is zo die uiteindelijk een soort van voedingsbodem heeft die eigenlijk onwankelbaar wordt, die een soort van stevigheid heeft en een soort van vertrouwen. Ik twijfel dan dat veel mensen zo'n diepe ervaring hebben, maar misschien is er toch iets in je leven die zegt van daar dat geeft mij een stuk basis die ben benieuwd. Bij mij zijn het meer zo opeenvolg van kleinere, maar een van de keerpunten is allez, zo het eerste goed boek, of ik hoef van een boek over boeddhisme dat ik gelezen heb, What the Buddha Taught, van Rahula Walopa. Walpola Rahula. Ja, dus dat was echt zo een beetje over de vier edele waarheden, de achtvoud gepakt, dus echt de basics van boeddhisme, en dat was wel zo echt van wauw, dat is hier, dat heeft echt me zeer diep, een heel diepe indruk gemaakt. En dan ook de eerste keer dat ik dan hier naar het centrum kwam, de eerste meditaties. Dat was met Nupek Shadaka, dat was ook van wauw. Dat was er zo twee. En dan een opeenvolging van ervaring op getreid. Het is niet zo echt één iets of één figuur, maar wel een opeenvolging van
Ja, dus dat eerste boek en dan het eerste contact hier met het centrum, de vriendelijkheid en dan de metabavna, dat was gewoon wow. Het is zo eenvoudig en toch zo krachtig. Waarom doet iedereen dat elke dag zo? Ik heb ook een vraag. Je bent vanuit je beroep eigenlijk bezig met psyche, met psychologie, met psychiatrie, met geneeskunde. Slaagt jij erin om niet in je eigen zingeving, maar wel in het werken met mensen, spiritualiteit en psychologie dan met elkaar te verbinden? Kun je iets doen met jouw spiritualiteit daarin, naar hen toe? Met mijn spiritualiteit? Ja, je boeddhistische spirit. Ik denk dat in mijn houding en in mijn intentie, maar natuurlijk, ik werk in een seculiere context, dus... Maar we willen vooral dat vertrouwen, dat basisvertrouwen meegeven aan mensen. Want daarover gaat het wel een beetje, hè? Dat is moeilijk. Ik denk door de houding ten opzichte van de mensen, de houding van metta, van de persoon verwelkomen, ten volle zoals ze zijn, met al een pijn, miserie, dat er volledig staat voor hem, open staat voor hen. Dus een beetje die grondhouding naar de andere mensen toe, van te verwelkomen, ook al zijn ze, minder dat er niets gaat, of dat ze alles kwijt zijn, of dat je daar volledig aanwezig, met vriendelijkheid, met aandacht bij die persoon kunt zijn. Ik denk dat is wat ik... probeert in eerste instantie te geven aan de mensen. Kun je de verhalen ook voldoende loslaten, de verhalen die u raken? Sommige verhalen neemt je wel... Sommige zijn echt wel verschrikkelijk, niet altijd, soms opnieuw. Dat is een van de redenen waarom ik naar hier kom, omdat anders... is het soms echt te veel. Hè. Dus, en dan op een van de redenen waarom ik metaboefen, waarom ik mediteer. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om iets te doen met die verhaal, met al die... Het is soms echt overweldigend. De pijn, het verdriet, de miserie die mensen meemaken. Ik denk dat dat... Ik kan zeggen dat ik al... Ik ben expert van Upeksha of zo, maar ik heb wel een indruk dat dat beter lukt. Zo, dat ik tegelijk echt volledig aanwezig en contact kan komen met dat lijn, maar tegelijk dat daar toch kunt ruimte voor creëren dat er kan zijn zonder dat ik weggeblazen word of overspoeld word. Ik heb een indruk dat wel met de jaren en met de beoefening beter gaat. Dus dat tegelijk bij die pijn, zonder dat weg te duwen of te minimaliseren. En tegelijk ook een soort ruimte in jezelf creëert die dat kan omvatten. Dat dat iets is wat dat richting Upeksha, absoluut niet hetzelfde is als onverschilligheid, maar een soort breder perspectief die ook al het lijden kan omvatten. Ik heb nog een vraagje. Ik heb nu toevallig gisteren naar lezing geweest van Dirk de Wachtel. Ik kom nu jouw verhaal. Wat ik nu denk is, zou boeddhisme niet een ongelooflijke preventie kunnen zijn ten aanzien van psychische problemen en psychiatrische problemen? En stel nu dat de dharma beoefenen, dat van in de lagere school al aangeleerd wordt, zou dat niet ongelooflijk preventief kunnen werken? Ja. Of wat denk je daarvan? Ik zou dat ook wel graag willen, maar we leven nu eenmaal in een seculiere wereld en de kans dat is heel klein. Dus vandaar dat ik de waarde van seculiere vormen van mindfulness of compassietraining, dat daar wel meer kans is mindfulness en liefdevolle vriendelijkheid beoefenen bij kinderen, in het onderwijs, daar geloof ik in. Maar in het ziekenhuis ga ik ook nooit beginnen met Dharma en Boeddha. Ik spreek over aandachtstraining, ik spreek over liefdevol vriendelijkheid, over compassie.
termen die meer generisch zijn in een seculiere. Maar ja, moest het aan mij liggen? Ja, ik denk, ik zou ook wel liever... Dat moet ik moeilijk met dat vlakje van... Ja, een kleine anekdote daarover. Ik heb ook al een paar keer workshops met edelmakers gedaan. Dus dan ook de meeste mensen wel kennen die ook psychiater is, die zen-boeddhist is, die seculiere mindfulness geeft. En ik was al dan toevallig beginnen praten met mijn dame die echt serieus bezig was met mindfulness. En ik dan zo vroeg van, tja, heb je dan geen zin gehad om een keer te kijken wat dat boeddhisme of aangezien dat daaruit voorkomt. En dan ja, kreeg ik een soort, ze bleek zo'n soort overtuigde atheïstische vrijzinnige te zijn. En elke vorm van religie was verdacht. En, dus ja. Je zit ook met dat verschijnsel dat voor veel mensen zijn... maar van dicht of van ver met religie of godsdienst te maken hebben. Het wordt al onmiddellijk afgeschoten. Dus ja, dat gaat niet meer lukken, denk ik, in onze maatschappij. Dus vandaar, denk ik, toch de grote waarde. Ook al is natuurlijk misschien reduceert het wel voor een deel de dharma. Maar dat die seculiere vormen, genre mindfulness training of compassietraining, dat een heel grote waarde kan hebben binnen de maatschappij. En dat dan wel dat meer kans hebben om dat op grote schaal te kunnen verspreiden. Ja. Is dat hier, nog een laatste? Want het is dat is goed, ja. Ja, dat is een indicatie geven. Mm-hmm. Ja, dat is goed. Zeg maar welke kern. Dat is op school meditatie geven. Ja, op lagere school. Ja, ja. Bij meditatie. Mijn vriendin Belisse heeft ook zo'n klein project zo, dat ze... Ik denk vier keer per jaar zo komt er iemand die zo mindfulness voor kinderen heeft. Dus je hebt wel zo'n aantal. En dat gaat heel de 6 jaar van het lager onderwijs door. Dus het is beperkt natuurlijk, maar het is toch iets. Hè. Dus het is, Doe maar ook. Mijn vraag was al deels beantwoord, maar verder, dat was ook mijn vraag van in uw beroep toegespitst op uw therapie naar uw patiënt. Ik kan mij inbeelden dat dat niet zo makkelijk is om daar wat te laten samenvloeien. De opleiding die je hebt gehad, de reguliere therapie en dan boeddhisme. Mm-hmm. Hoe doet u dat? Hoe gaat u daarmee om? Ik ben een grote bewonderaar ook van Mathieu Ricard. En wat zijn antwoord daarop is dat we... Ik alle middelen moeten inzetten die voorhanden zijn om het lijden te verminderen. En dus de dharma is heel waardevol. Maar zegt ja, er zijn vormen van lijden. Als je een longontsteking hebt, ja, je kunt natuurlijk een metabave doen of zo. Maar je gaat ook antibiotica nemen en ga bij een dokter gaan. Dus ja, voor bepaalde vormen van lijden is geneeskunde, de klassieke reguliere geneeskunde, is gewoon op dat moment het meest bruikbare, het meest nuttige. Dus dan is het meer een pragmatische houding voor iemand die psychotisch is. Ik ga geen mindfulness geven, dat heeft geen enkele zin. Ja. Dus dan moet je meer medicatie voorschrijven of andere gesprekstherapie of motiverende gesprekken. Het komt een beetje neer op. Ik denk dat het boeddhisme daar wel krachtig in is van zich pragmatisme. Als er een band is, een drugstel. 2 jaar geleden ziek was, had een longontsteking. Hij is ook in het ziekenhuis geweest voor verzorgd te worden. Ja. Dus ja, dan moet je niet beginnen van we gaan nu allemaal mediteren of op doeken of zo. Dan als er effectieve wetenschappelijke middelen zijn, dan gaan we die ook gebruiken. Hè. Dus, Graag, ik heb nog één citaat zoeken van Jan Abacha. Die ik graag nog zou willen voorlezen in dat ook. Voor mij over het hart gaat van ook rond die vraag naar ordinatie. Ze heeft daar een tolk gegeven ergens tijdens een winterretreat. Het is te vinden op YouTube, ik weet niet perfect meer
hoe dat noemt, dus, maar het is een kort stukje. Don't settle for anything less than full realization. There is nothing more important in our lives than this quest for waking up to the truth. That's what human life is for. It's to wake up to our highest human potential and to help others to do the same. Collectively be a force for the good in the world so that we can transform this suffering world into a pure land, a Buddha land. And of course we will not achieve this, but any movement in that direction in this lifetime is worthwhile. Dankjewel, Diederik. Ik zou afsluiten met de woorden: je bent een mooie mens.